Er is een ei bij de monnik schieren. Hij is nu 10 dagen oud. We hebben vandaag het ei geschouwd en we hebben dus kunnen zien dat er waarschijnlijk wel een kleine kiem aanwezig is. We hebben het ei teruggegeven aan de ouders, omdat we het toch belangrijk vinden dat we de natuur zijn gang kunnen laten gaan. Eigenlijk zijn de ouders de beste broedmachine. Nu, een ei bij de monnikschieren is speciaal, want de monnikschier is een soort die in het zuiden van Europa voorkomt en die daar ook bedreigd is. De Zoo van Antwerpen en Plankendaal die hebben het kweekprogramma voor deze soort en die werken mee aan het uitzetten van jonge dieren in het zuiden van Frankrijk. Het koppel hier in Antwerpen heeft al succesvol 2 jongen voortgebracht. En die jongen die zitten nu in de datingvolière in Plankendaal. Het is eigenlijk een heel, heel mooi koppel, want ze vertonen heel mooi koppelvormingsgedrag. Dus ze groeten elkaar, ze leken elkaar sfeertjes goed. Ze bouwen samen aan het nest, ze wisselen elkaar heel mooi af terwijl dat ze aan het broeden zijn. Dus het is echt, echt moeite om er eens tijd voor te nemen om daar naar te kijken. Het is nu wel 56 dagen wachten om te zien van ja, gaat er een jong uitkomen of niet. En dus eigenlijk de duim gekruist te houden dat er een heel mooi jong uitkomt.